Hallo en welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals ik jullie vorige week heb gezegd, gaan we beginnen met Arena. Zoals je kan zien heb ik twee potjes Squads Arena gespeeld met een paar vrienden. Maar nog geen solo. En ja, ik ga in deze serie mijn best doen om de Champions Divisie te halen. Dus ja, laten we lekker gaan spelen. Oké, we zijn er weer. Hopelijk doet mijn controller het nu wel weer gewoon. Dat zou erg fijn zijn. Het zou een beetje jammer zijn als daardoor mijn potje verpest wordt. Oh. Zo. Ik had echt even moeten inspelen. Ik ben een beetje... Ik ben mijn sensitive team nu niet helemaal gewend, maar goed. Ja. Ik heb in de vorige seizoenen wel wat arena gespeeld al. En toen kwam ik tot... wat is het? Divisie 3 of zo. Maar ik heb toen niet heel veel gespeeld. Ik weet ook niet waarom. Maar goed, ik ga nu proberen om lekker veel arena te spelen. Om wat leuke video's voor jullie te maken. Als ik een shotgun zou mogen, zou dat fijn zijn. Zit lekker in de cirkel. Dat is mooi. Hoe moeilijk is het om een shotgun te krijgen tegenwoordig? Oh, daar ligt er een. Oké. Grijs trekt weliswaar, maar beter dan niks. Lekker rustig in Weeping. Zodat ik een beetje mijn placement points kan halen. Ja, het is altijd een plek waarin normaal solo meestal de bots komen. En ja, die heb je in arena niet. Dus dan is het lekker rustig. Ik hoop wel dat ik ook iets van shield krijg. Zou wel fijn zijn. Oh. Beter. Ja. Nou, ik ga even wat, wat mensen zoeken. En als ik ze gevonden heb, zie ik jullie graag. Wat was dat dan? Ja, tuurlijk is het nog het beginarena. Dus er zitten ook nog mensen in die nog niet zo goed zijn. Maar zo slecht had ik niet verwacht. Maar goed, eerste kill. En volgens mij had ik net ook placement points. Dus dat is ook wel lekker. Nou, op zoek naar het volgende slachtoffer dan maar. Core sniper shots. Zo, daar zijn heel veel mensen. Eens even mee bemoeien dan maar. Oh, jammer. Hij had hetzelfde idee. Oh, mijn bouw gaat slecht vandaag.
Oh. Oh, hey, dat was mijn kill. Jongen, jongen. Waar zat die guy? Nog 14 alive. Hij had een bamboe rocket launcher. Hallo? Oh, dan had ik het verkeerd gezien. Ik dacht dat hij een vars sniper had. Hallo, wie dan? Even alles reloaden. Oeh, ik zie hem lopen. Hij heeft me nog wel hard gehit. Dat is dan weer een beetje jammer. Eens even kijken. Oh, mijn controller is echt raar. Oh, we moeten terug. Ik zie daar bandages. En daar wordt er achter gevochten. Niet dat we er echt veel aan hebben, maar goed. Het kan maar net die 3 HV zijn die je nodig hebt. Nog steeds 10 alive. Oh, misschien zal die ander. Jammer. Waar? Oh, het zijn er nog 8. Het is niet echt de intense port. De intentie die ik in de arena wil zien, maar goed. Ik hoorde iemand.
Gaat hij daarover? Jammer, joh. En heel erg bedankt voor die. Oh ja, Siphon, natuurlijk. Oké, nog 6. Nog 4 potentiële kills. Dat is nog 5 alive. Alweer 200 punten. Gaat lekker. Ja, best een oké potje. Dus laten we het volgende potje ingaan. Oh, die camera is echt trippy. Dan moeten we het er maar mee doen. Is dat nou nieuw? Of hebben ze dat... Dat balkje naast de map. Het is me nog niet eerst erop gevallen. Dus ik denk dat het nieuw is. Nou, ik ga even looten. En ik zie jullie wel weer als ik iemand gevonden heb om te killen. Boom! Got you! Hij wou me per se snijpen. Dat was niet slim, makker. Kaboom! Lekker. Placement points. Ik moet even wat meer steen gaan hakken, want... En metaal heb ik ook niet super veel.
Oeh. Zo, mooi uit het van hem. Oh, jammer. Is die nou gaan zwemmen? Ja. Wow. Waar zit je makker? Oh, wie zit daar? Nog 900 points en dan heb ik lekker divisie 2. Zo, ineens begint die Bob de Bauer uit te hangen. Wat is die guy aan het doen dan? Als die eenmaal de high ground uitkomt, geeft hij die weer op. Dit was echt vervelend, my god. Oké. Nog 9.
Nice. Wat zijn deze guys aan het doen dan? Geweldig. Nee, ga ik niet doen. Oké, nog 6 alive. Oké, ik heb er 1 gevonden. Daar zit er ook een bij die boom. Die guy is slim. Oké, kom op, nog 30 punten en dan. Oh. Moet echt ver. Oef. Oh, hello. Divisie 2. Let's go. 5 kills. Nice. Ah. Kijk hoe we gaan dan. Weet je. Wow.
Oh! Ah, jammer. Dit was echt een supergoed potje. Serieus, ik dacht dat ik divisie 2 was. Nou ja, we gaan dan nog één potje spelen, want ik wil die divisie 2 in ieder geval halen vandaag. Dus, negeer alles wat ik vorige potje zei en let's go. Oké, let's go. Nog 60 punten te halen. Om divisie 2 te zijn. Ik wil in principe in elke video een divisie omhoog proberen te gaan. Tenzij ik echt uren aan het opnemen ben, kom ik verder. Maar ja, dat is in ieder geval mijn doel. Dus, nou, ik ga naar Misty Mallows. Vorig potje was echt lekker. Ik bedoel, 5 kills en sommige kills waren echt best lekker. Dus, ja, ik ben tevreden tot nu toe. Dus laten we hopen dat dit potje ook goed gaat. Nou, ik ga weer even lekker looten. En dan zie ik jullie straks als ik weer iemand gevonden heb. Trouwens, ik heb mijn mic wat aangepast. En laat zeker even in een comment weten of ik nu misschien beter te verstaan ben. Ik hoop het wel, maar zo niet, laat het ook even weten. Zodat ik verder kan zoeken naar een oplossing. Ik heb wel eens planning om een mic te gaan kopen. Maar op dit moment heb ik nog niet het geld. Dus dat komt eraan. Maar ik hoop dat dit misschien wel helpt. Dus laat dat zeker even weten. Oh my god. You okay, man? Ja. Hey. Nee, kom op. Dank u. Oh my god, ik was zo scheef daar. Huh. Halleluja. Hoe heb ik dat overleefd? Maar goed. Ja, dat was slecht gespeeld van mij. Maar goed. Ik ben in ieder geval divisie 2. Dus daar ben ik erg blij mee. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En laat zeker een duimpje omhoog achter. En laat dus in de reactie weten of ik beter te verstaan ben. En of jullie dit leuk vinden om naar te kijken. En hoop ik jullie volgende week weer te zien bij een nieuwe video. Oh ja. En aankomende vrijdag komt een Call of Duty video.
van een nieuwe Call of Duty. Dus kijk die zeker ook als jullie dat leuk vinden. En dan hoop ik jullie volgende week inderdaad weer te zien bij een nieuwe video.